Ja, 0-0 naar Excelsior Twente. Hoe is het om zo'n wedstrijd te spelen? Ja, best saai om eerlijk te zijn. Denk weinig voetbal, een beetje veel vechtvoetbal. Maar ja, neemt niet weg dat je wel weer gewoon een punt hebt. En het liefst hadden we natuurlijk 3 punten gehad, maar ja, een punt is toch weer een punt. Voor de wedstrijd had jouw trainer het erover, hè? Twente heeft diep moeten gaan in de beker. Dan moet Excelsior heel veel energie in die wedstrijd leggen om daarvan te kunnen profiteren. Dat zag ik heel af en toe, maar ook grote delen van de wedstrijd niet heel erg terug. Of is dat dan iets wat van de kant zo lijkt? Nou ja, ik denk niet dat de wilde niet was. Ik bedoel, we spreken af met z'n allen om in het begin vol erop te gaan. Omdat je weet natuurlijk dat we een zware wedstrijd hebben gehad. En ja, dat komt er eigenlijk niet uit. Elke keer als we druk wouden zetten, dan speelden hun er toch wel tussendoor. Dus ja, is het jammer dat je die drukte niet op krijgt. Omdat je weet dat hun gewoon een zware wedstrijd hebben gehad. Is deze 0-0 toch vanuit jullie oogpunt wel een positief? Want je houdt het gat met een concurrent, hoe het ook bent of keert, gelijk aan hoe die was. Is dat te positief verwoord? Ja, zo kan je het zien. Ik moet zeggen dat ik niet naar onze concurrenten kijk. We willen gewoon zoveel mogelijk punten pakken. En ja, vandaag had je natuurlijk in het vooruitzicht natuurlijk met de wedstrijd die hun gespeeld hebben. En het belang van de wedstrijd dat je een hele goede stap had kunnen zetten richting Lijsbouw, om het zo maar even te zeggen. En ja, dan is het jammer dat je niet wint, maar je verliest ook niet. Waar lag dat aan? Wat hadden jullie beter moeten doen om dat wel te doorbreken vandaag? Ik denk vooral in balbezit wat geduldiger zijn. Sneller van kant wisselen en het geduld bewaren. En dan op een gegeven moment speel je hem denk ik stuk. En dat hebben we niet goed gedaan. Ik denk begin eerst tweede helft een beetje. En dat hadden we beter moeten doen. Al met al sluiten jullie wel een geweldig jaar af, het jaar 2017. Prachtige resultaten. Ook nu, als je kijkt waar jullie staan, had je denk ik vooraf daar gelijk je krabbel onder gezet. Ja, klopt. Helemaal gelijk. En ik bedoel, ik denk dat we met 21 punten gewoon een goed eerste seizoenshelft hebben gedraaid. En ja, als we nog een keer hetzelfde doen in de tweede seizoenshelft, dan zet ik daar een hele dikke handtekening aan. Is dat juist het enige risico wat er misschien is, dat mensen er nu in ieder geval om jullie heen makkelijk over denken en praten als je kijkt naar die ranglijst van ja, die gaan het zeker wel redden? Ja, maar wat de mensen om ons heen zeggen is niet zo belangrijk. Ik bedoel, wij weten als team waar we mee bezig zijn en wij weten dat we gewoon keihard moeten werken om punten te pakken. Dat hebben we de eerste seizoen zelf ook gezien. En als we dat doen, dan weet ik zeker dat we nog genoeg punten gaan pakken. En als we dat niet doen, dan gaan we het nog heel moeilijk krijgen.